Dat was een lekker ontbijtje, hè. Dat was weer super, hè. Ja, we hebben er echt weer van genoten. Heel het verblijf was weer super. Het was leuk om weer in deze omgeving te mogen vertoeven. Wat is het weer snel gegaan? Ah, dat moet ook nog mee, hè? Ja, spelletje. Moet dit nog pipi doen? Ja, dat kan ook nog natuurlijk, hè? Ja, potje, die nemen we ook gewoon mee. Overal waar dat we komen, we proberen het toch zo goed mogelijk op te volgen. En eigenlijk is het maar een paar keren misgegaan. En dat is goed, hoor, want het ging eerst meer mis dan het goed ging. En de laatste tijd dus zeer goed. Ja, voilà, dat is fijn. En doet hij weer pipi? Ja. Voilà, zei dat is flink. En ook weer terug naar het meer. Dan gaan we nog een foto maken met z'n allen. En dan hebben we weer een foto aan het meer voor de zoveelste keer. We zijn daarmee begonnen met ons tweetjes op dezelfde plek. Daarna met de zwangere buik. Met onze Jules er ook al eens bij. En nu dus ook weer een fotootje, hè? Mama. Wat is er allemaal gebeurd? Mama. Wat is er, mama? Boom. Boom? Is mama boom gevallen of wat? Nee. Jules. Is Jules gevallen? Mama is dat niet gevallen, hè? Maar nee. Maar nee. We gaan naar het meer. Ja, en we hebben hem gemaakt. Ja, kijk, hier is het meer achter ons. En hier hebben we dus net onze foto gemaakt. Is het gelukt eigenlijk? Ik denk het wel, ja, ja. Ja? Ik moet nog kijken eigenlijk. Ja, Jules is ook blij. Nu zit hij alweer terug in de buggy, hè? Ja. Ja. Ja, ja. Oh, kijk, ik ben blij. We zouden eigenlijk al een collage kunnen maken, hè? Met alle foto's, ja. Ten tussentijd. We stonden hier vlakbij een bord, waar dat ook nog eens de stuwdam ook in de jaren 30 gefotografeerd staat. Ik vind dat wel bijzonder, dat bestaat toch eigenlijk al lang hier, hè? Kijk, hier zie je het. Het ziet er nu wel een beetje anders uit. We hebben het ook al verteld, het hekkenwerk is ook helemaal anders. En ook dit stuk, dat is dit stuk dus eigenlijk. He, wat je hier ziet, is hier. Dat is ook helemaal veranderd. Hè. Kijk, hier zie je een opkomend boompje. Wel, dat boompje, dat zal ofwel die zijn, ofwel die, daarnaast. Dat is wel gigantisch groot geworden. Om maar te zeggen, op bijna 100 jaar tijd kunnen bomen groot worden. Als het dan nog dezelfde bomen zijn van die daar toen opstonden. En dat doet mij meteen denken aan een paar zaken. Bomen die zijn eigenlijk niet altijd zo oud als dat je zou denken. Veel bomen werden vroeger enorm gekapt. Er zijn heel wat bomen gekapt. Het is zelfs zo dat de bossen die je vandaag hebt, dat die eigenlijk nog niet zo oud zijn als dat mensen soms denken. Die bomen zijn ook in een bepaalde tijd aangeplant geweest om terug bossen te krijgen. En zo is er uiteindelijk weer terug een bomennetwerk en een bos eigenlijk gekomen. Dat komt onder andere door bosbeheer en natuurpunten en dergelijke, die zaken allemaal. Die hebben eigenlijk gewaarborgd dat er terug bomen en bossen te vinden zijn in onze omgeving. Dat is, er is wel nog één of twee. Weet jij welk bos dat is? Er is zo'n bos, het oudste bos van België. Zo. Het, ja, geen enkele in Kallo of zo kan geen dat? Geen idee. Je hebt ergens zo nog het oudste bos van België, waar ook hele oude bomen staan. Maar de meeste oude, echte bossen, die zijn dus destijds gekapt voor hout en dergelijke, om onszelf te gaan verwarmen eigenlijk. Hè. Dus, dat is ook hier. Ja, nog naar een oude foto kijken. Het is trouwens ook een probleem, alleen een probleem is een groot woord, maar bijvoorbeeld in Disney World, daar heb je ook beplanting die ze toen bij de opening gezet hadden. Disneyland Parijs heeft daar volgens mij anders over nagedacht dan toen, 50 jaar terug in Disney World. Maar die bomen, die hebben dus wel ervoor gezorgd dat je het minder goed op sommige plaatsen bepaalde uitzichten hebt. Ja. En als je dan foto's bekijkt van 50 jaar terug, dan zie je soms van die heel indrukwekkende uitzichten die ze toen wel hadden, dat je nu... We staan daar nu in de weg. Ja, dat je dus nu, bij de Haunted Mansion, daar heb je het spookhuis, zeg maar, daar heb je Disneyland Parijs ook, daar staan bomen ook voor. Wel, die bomen zijn dus in 50 jaar tijd in Disney World zodanig hoog geworden dat je het huis niet meer zo mooi in de verte ziet staan als dat toen destijds was, omdat dus die bomen daarvoor zijn gegroeid. Ja. Ze hadden dat probleem ook voor het kasteel, maar daar hebben ze het dan wel opgelost. Ze hebben die bomen weggehaald en ergens anders geplant, zodat je toch nog altijd die iconische view hebt van het kasteel. Wat vind jij daarvan? Goed of niet goed?
Ik vind dat goed. Ik heb daar eigenlijk niet echt een mening over. Vooral als het gaat over een pretpark, dan moet je de beleving op nummer 1 zetten. Ja. En als dan de beleving is dat je het kasteel plotseling voor je neus ziet gapen, ja, dan moet een boom wijken. Het is dubbelzinnig, want ik hou wel van de natuur. Maar ze hebben die een boom vooral duidelijkheid niet gekapt. Ze hebben die dus verplaatst. Ja. En die staat nu ergens anders te blinken. Dus in dat opzicht is dat eigenlijk helemaal niks misgegaan met de boom. En dat vind ik ook de juiste manier van hoe dat je zo'n dingen aanpakt. Amai zeg. Een leuke wandeling nog, hè? Ja, hè? Nog eens over de stuwdam. Ja. Die hier blijkbaar al van in de jaren 30 al stond. Ja. Kunt je niks bij voorstellen, hè? Dat dat hier al zo lang staat. Nee. Allee, ja, bedoel, dat is een ingenieus systeem. Hè. Als ze dat in de jaren 30 al bedacht hadden, dat je daar elektriciteit, dat je daarmee het meer kon waarborgen hier. En dat je er dan ook nog een keer stroom uit kon halen. Dat vind ik wel iets bijzonders eigenlijk. Ja. Mogen we toch ook wel trots op zijn, hè, dat we die technologieën toen al hadden bedacht. Soms denken we... Ik weet niet of ze dat in België hebben eigenlijk bedacht of ergens anders, maar... Ze hebben het hier toch maar even verwezenlijkt, ja, hè. Ja. Voorzichtig, hè, jongens? Ja, hoor. Hey. Wat is het hier mooi, hè? We doen dat veel te weinig, zo een keer wandelen. We doen het wel geregeld, maar we doen het wel minder sinds dat we Jules hebben. Vroeger, ik kan niet alles op Jules steken, maar het zal misschien ook gewoon een beetje aan ons liggen. Het zal misschien... zien we het gewoon soms niet zitten om te vertrekken, moeten we er weer wat in komen. Maar vroeger gingen we al snel een keer op een geocache-tocht en dan waren we weer in de natuur. En dan stapte zo'n keer even alles van u af, zo. Letterlijk en maar figuurlijk zo even zo'n keer. Het is ook niet altijd evident. Nu is Jules natuurlijk wel heel erg goed nog wel wakker, maar hij valt ook wel heel vaak heel snel in slaap in een buggy. Ja, dat is waar. Ja, en Jules zit ook niet altijd graag in een buggy, dus we willen hem dat ook niet altijd aandoen. En Jules die wandelt ook eigenlijk altijd niet graag, even graag. Jules die wandelt soms wel heel graag en dan kunnen we met hem gemakkelijk kilometer stappen. Maar dan plots in één keer zegt hij, fup, gedaan. En dan gaat hij op de grond gaan zitten en dan is het drama. En ja, om hem dan continu te dragen, dat is geen optie. En ook bovendien, er zijn veel maren, hè. Als je bijvoorbeeld ergens gaat gaan wandelen, kun je wel eens geconfronteerd worden met slecht begane paden. Ja. Waardoor dat met de buggy ergens rijden helemaal niet zo evident is. Of je moet heel veel tillen en zo. Hier wisten we wat ging. Ja, dus er zijn veel maren en er zijn veel zaken die ons soms wel tegenhouden om te gaan. Maar we vinden het wel nog altijd leuk om eens te wandelen. Allee, ik vind dat toch, dat zet zo even, ja, ik weet niet. Ontspannend. Het activeert iets in een mens. Ik heb dat al vaker gezegd. En er was blijkbaar een boom wordt. Ja. Sorry. Zalig, hè? Op ieder bankje staat iets. Ah ja, kijk. Neem niet enkel herinneringen mee, maar ook uw afval. Bij ons in het dorp ligt er een geocache-reeks die we zelf gelegd hebben. En één van de geocaches is een bordje geïnspireerd op dit bankje, een spreukje. Dat hebben we toen meegenomen van toen dat we hier eens verbleven hebben. Het spreukje, hè? Het spreukje, niet het bankje, hè? Ja, en dat is zo'n bordje. Als je dan, hè, dus daar staat die spreuk op, van neem niet enkel herinneringen mee, maar ook uw afval. En als je dat dan openmaakt, dan zit daarachter een geocache. Ja. Ik heb nu iets verklapt, hè? Ja. Maar ik kan niet zeggen welke geocache dat is. Daar moet je zelf eens op ontdekking voor gaan bij ons. Ja. En we zitten trouwens in Lille, in het dorpje in de Kempen, midden van de Kempen. Het hartje van de Kempen, zeg maar. Daar zitten we met een koffie- en theehuisje. Kan je wat drinken, eten en dan kan je op wandeling gaan. Hè? Ja. We zijn open van vrijdag tot zondag, als we niet op verlof zijn. Maar dat is nu toch al even geleden. Denk van met de kerstperiode eigenlijk. Dat we dicht waren. Ja, met de kerstperiode. Even. Dat is nog niet zo lang geleden. Maar met de kerstperiode zijn we dicht geweest. Net zoals heel veel zaken. Omdat die feestdagen vielen ook net in het weekend. En we hadden ook verplichtingen. Dus we zijn in januari nog eens dicht geweest op een vrijdag. Ah ja, dat klopt. Net nog na de feestdagen. Ja, dat is ook waar. Ja. En dan voor de rest zijn we open. Je moet maar eens kijken op onze Facebookpagina of eens een belletje doen als je eens wilt langskomen om zeker te zijn van een plekje. Dat is nu wel zo, maar we zijn vorige week ook al dicht op vrijdag. Dus. Oei, ja. Dus zeker onze Facebookpagina checken. Daar staat altijd op als er iets te doen is of als we niet open zijn. Of gewoon eens bellen. Kan ook. Zeg, toon eens even wat je onderweg nog hebt gekregen. Toon eens jouw tong. Toon eens jouw tong. Zwart. Wow. Zwart, hè, van de Coca-Cola Chupa Chup. Nee, van de besjes, papa. Was dat een besjes Chupa Chup? Ja. Ah. Zo. En was dat lekker? Ik denk het wel. 2:15 en we stonden weer terug in het regenachtige Lille.
We zijn aangekomen, we zijn vertrokken in de regen hier. We zijn daar aangekomen toen dat droog was. Het is droog gebleven. En kijk, we komen nu terug en we zitten weer in de regen. Alsof dat hier nooit anders is geweest. En we zijn natuurlijk nu ook weer bezig met het speelgoed dat we mee hadden, weer terug uit te laden. Hè? Daar is Jules nijverig mee bezig. We hebben ook al een puzzel gemaakt. Mama en Jules. Ah. En wat was papa aan het doen? De koffers aan het uitladen en de was aan het opzetten. Ja. Wat is dat? Nee, je hebt niet de was opgezet. Dat is van een Peppa-boekje, ja. Ah ja. Dat ga je nog wel vinden. Dat zit hier allemaal in. Mama heeft dat allemaal meegenomen voor jou. Het is een zware zaak, ze papa. We hebben een hele leuke tijd gehad. Ik ben ook blij dat we terug thuis zijn. Er is nog een beetje poetswerk nodig. Op beneden nog even wat poetsen. Dat was vanavond, hè? Ja. En morgen zijn we weer met een nieuwe video. En wij zien morgen ook heel graag. Werken. Morgen werken. Maar ja, zoals. Dat hoort erbij, hè? Ja. Tot morgen.